vandaag heb ik mijn top 5 favoriete make-up product van Essence. Ik heb het al eens een keer eerder gedaan, maar dan van Catrice. Ik hoop dat het leuk is. En sorry voor mijn haar zo. Ik heb mijn haar gisteren niet kunnen wassen, want het is nu heel erg vet. Maar ja, ik had dus vergeten om te wassen, zeg maar. Verwarring dus met dus, zondag dus. Ik dacht dat het zondag was, omdat ik was vrij dus. Maar goed, dat dus. En ik hoop dat het leuk is. En laat gewoon beginnen met deze video dus. Ja, nummer 5 staat mijn Essence, dus XXL Shine Lip Gloss in nummer 28 Pretty in Hibiscus. Deze is echt onwijs, echt super goed. En hij is best wel betaalbaar. En wat ik nou zo fijn vind aan deze gloss is, hij blijft niet echt plakken. En ik heb best wel lang haar. En als de wind staat, zoals een paar dagen terug volgens mij, dat is echt onwijs leuk, niet fijn. Maar dat heb ik klossen echt namelijk heel erg. Maar deze best wel niet echt heel erg dat het echt plakt. Maar hij plakt niet echt heel erg. Dus deze, het is echt een hele mooie roze kleur met hele subtiele glittertjes erin. En ik vind dit echt onwijs goed. Dus dat is die. Dus ja. Dan op nummer 4 staat mijn Essence I Love Stage Eyeshadow Base in gewoon deze. En deze is echt super fijn. Hij blijft heel erg lang zitten. De oogschaduw dan. En ja, dat is echt heel erg fijn van deze oogschaduwbasis. En hij is ook nog echt super goedkoop. Ik heb gehoord dat deze niet meer in het schap zit. Ik weet niet of het zo is, omdat ik ben al heel erg lang niet meer in het Essence schap geweest. Volgens mij is die eruit. Ik hoop het echt niet, omdat bij mij is die bijna op helaas. Maar ja, dat is dat ook gewoon goed. Dus dat is die dus. En dat was die dus. Dan op nummer 4, of nummer 3, staan mijn Essence Stay Matte Lip Cream in nummer 04 Silhouette. En deze roze, ik weet niet welk nummer dat is, maar ze zijn echt onwijzelijk goed gepigmenteerd. En dat is echt heel fijn voor zo'n lipsteen, zeg maar. Dus het is een soort van lipgloss. Oh my god. Goed, oké, dat is een soort van lipgloss en het is echt onwijzelijk goed gepigmenteerd. Je moet het met een applicator aanbrengen, zo'n lipdingetje zeg maar. En je denkt dus dat het een lipgloss is, maar het is toch meer voor een lipstick zeg maar. Dus wat een lipstick doet, dat doet deze dus ook. Deze twee dus ook. En ze zijn ook echt heel erg mat. Sommige dingen zijn niet echt mat van Essence. Van die lipstick lijns. Maar deze zijn echt heel erg mat. Dus deze zijn nu nog wel te koop geloof ik. Maar in een andere huls. Dus in zilveren huls alleen met zwarte hulp. Dus dat even. Terzijde. Dus dat is die. En dan op nummer 2 staat mijn Essence 01 Coral Culling Lipstick in. En deze heb ik nu niet op. Ik heb vandaag dus van Miss Sporty. Dit is ook echt heel erg fijn. Dit is nummer 38. I Love Stee. En het is ook echt een Barbie kleur. Ik zal eens een keer een video maken over mijn gewoon over lipstick zeg maar. Lipstick swatches. Ik weet niet of dat leuk is. Maar misschien wel. Dus dat is die. En dan deze dus. En deze is dus in nummer 01 Coral Culling. Hij is al bijna echt al. Ik heb hem al helemaal gebruikt, zeg maar. Hij is echt heel erg fijn. Ik zweer echt bij deze lipstick. Want ik heb nog nooit echt heel erg lang, 2 maanden lang of zo, elke keer een lipstick elke dag gedragen, zeg maar. Nooit gehad. En bij deze heb ik het dus wel. Dus dat is echt heel erg fijn. Dit is die. En dan als nummer 1 staat mijn Essence All About a Nude paletje op in. En deze heeft hele natuurlijke kleuren. Zoals deze. En ik zweer echt bij dit paletje. Gewoon echt bij dit paletje dus. Het is een highlighter. Zo. Highlighter. Een beetje een rosachtige kleur. En een rare roze kleur. Een bruine kleur. Champagne-achtige kleur. En een bordeaux kleur. Ik vind dit echt een heel fijn paletje. Ook bij deze als die lipstick.
Deze zijn echt onwijs goed gepigmenteerd. En dat heb ik nog nooit echt gehad bij die W7 palet ook. Maar deze zijn gewoon echt heel erg makkelijk. En ik gebruik deze wat meer dan die van W7. Dus heel mijn video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En laat zeker jouw ideeën achter voor voor zo'n video. Wat jouw top 5 favoriete